De directiekeet van JJP Oud staat weer fris bij. De directiekeet van architect Jacobus Johannes Pieter Oud staat er weer netjes bij. Architect Oud is bekend geworden als lid van de kunstbeweging De Stijl. In 1918 kwam Oud in dienst van het gemeentelijk woningbedrijf Rotterdam en realiseerde een aantal sociale woningbouwprojecten, zoals het Witte Dorp. Aanvankelijk een nooddorp om achterstandsgezinnen een gezonde leefomgeving te bieden. Het Witte Dorp was bedoeld als een tijdelijke voorziening, maar de wijk bleef staan. Toen de gemeente aankondigde in 1985 dat de wijk gesloopt moest worden, ontstond er een storm van protest. Uiteindelijk was de sloop niet tegen te houden. De huidige bebouwing is van architect Paul de Ley. Als eerbetoon aan architect Oud plaatste men in 1989 een replica van de directiekeet. De originele keet is in de hongerwinter gesloopt voor brandhout.